Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video Project Minecraftia. Ja, mijn naam is Bo en misschien kennen jullie mij nog niet. Als jullie mij nog niet kennen, ik ben Bo, ik ben 17 jaar en ik ben van het kanaal All These Games, wat ik samen met Roy doe. Roy is pas ook op dit kanaal geweest met een serie Amnesia, A Machine for Pigs. En we hebben ook al eerdere series gedaan hierop hoor samen, maar vandaag doe ik alleen een serie. En er staan allemaal mensen voor, een beetje jammer. Maar dit is dus mijn skin, hoi, hallo. Oké, waarschijnlijk kent de helft of meer dan de helft van jullie mij al. Maar als jullie me niet kennen, dan weten jullie dit nu. Ik ga een survival game serie doen op Project Minecraft, ja. Survival games. En dat betekent dat ik Hunger Games en zo ga opnemen voor PM. Want heel veel mensen vinden dat leuk om te kijken en ik vind het heel leuk om te doen. Dus dat is de perfecte match. En misschien ga ik ook nog wel andere games doen. Dat weet ik nog niet. Maar voor nu ga ik alleen eventjes... hoe heet het? Survival games doen. Maar later kan dat ook nog veranderen naar andere minigames. Maar in ieder geval, ik sta op de Hypixel server. Het IP staat boven in de video. Dus boven in beeld. En we gaan lekker een gamepje joinen. Ik heb er zin in. Ja. Ja, dit is... Hunger Games is echt mijn ding. De laatste tijd, ik speel zoveel Hunger Games. En ik ga joinen Despair versie 1. Even paywarp doen. Dat ga ik ook soms doen. Ik zet soms op Twitter als ik ga opnemen. En als je geluk hebt, dan zie je het en kan je meedoen. Dus dat heb ik nu ook gedaan. En er zijn een paar mensen in mijn party. Volgens mij 6 of zo. Of 5. Ongeveer niet heel veel. Dus die doen gezellig een potje mee. Dus als je dat nou ook wilt, volg me even op Twitter. Mijn Twitter is Bokado. Hetzelfde als mijn in-game naam. En dat typ je gewoon zo. Bokado. En... ja, dan kan je ook een keertje meedoen als je dat leuk zou vinden. En nu gaan we even wachten tot de game begint. Nou, we gaan gelijk beginnen in 10 seconden. Ik kies de Night Kit. Die kies ik altijd, dus dan weten jullie dat vast. Ik ga niet naar het midden, want ik word nogal wel eens getarget. Dat is heel vervelend. Maar ik heb hier op Hypixel de YouTuber rank en dat vinden mensen blijkbaar leuk. Om die dan te killen en daar een screenshot van te maken of zo. En dan is dat blijkbaar leuk of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat gebeurt heel veel. En vroeger kon je disguisen. Dus kon je een andere naam doen. En dan wist niemand dat jij de YouTuber was. Maar ja, dat is nu ook weg. Dus dat is een beetje jammer. Maar we gaan het gewoon doen. Ik ga gewoon mijn best doen. En we zullen zien wat daarvan de uitkomst is. Trouwens, de mensen in mijn party, ik team er niet mee. Maar ik ben er ook niet echt vijanden mee, zeg maar. Ik kill ze gewoon niet. Dus het is zeg maar truce, heet dat op Hypixel. Ik weet niet of dat op een andere server ook zo heet. Maar in ieder geval truce. Dat betekent dat je elkaar niet killt. Maar ook niet een team bent. Dus ik ga wel gewoon in mijn eentje dit doen. Want ik vind het ook een beetje stom om nou in een team dit te gaan opnemen. Maar ik ga ook weer niet iedereen killen die ik zie. Want dat is ook niet zo leuk. Oh, ik heb mijn kit al. Kijk eens aan. Ik heb mijn kit geüpgraded naar Knight 8. Als jullie dat nog willen weten. Voor degene die Hypixel kennen. Sommigen kennen misschien Hypixel helemaal niet. Maar Hypixel, dat is dus een... ja, de Hypixel Network. Heel bekend server. Met heel veel minigames. En het is mijn favoriete server. Ik zit hier elke dag op. Dus als je mij eens wilt tegenkomen op Minecraft. Kom naar Hypixel. Want daar ben ik heel vaak. Ik ben niet betaald om dit te zeggen of zo. Klinkt nu wel zo, ik heb het de hele tijd over. Maar nee, ik vind het gewoon een leuk server. In ieder geval, daar zie ik iemand. Ik ga gewoon lekker doorlopen. mijn kill. Oké. Ik ben altijd heel slecht in kisten te vinden op een of andere manier. Nou, in sommige maps dan weet ik echt al overal waar ik ze kan vinden. Maar in sommige maps ook niet. En dat is dus in deze map het geval. Nou, ik weet al dat er in deze toren hier... ik moet heel even snel wat aanpassen. Okay. Mijn render distance, altijd als ik mijn Minecraft afsluit en weer opstart, dan gaat mijn render distance automatisch naar short. Heel vervelend. Maar dat gebeurt wel. Oh nee! Oh nee! Nee! Oké, ik heb hem. Doei! 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 Ik ben niet weg. Oh, een ei! Die had ik juist willen houden. Maar ja, oké, ik heb hem nou al weggegooid. Even kijken, ik hoor feathervalling. Oh jeetje, wat een ding allemaal, joh. Oh, dit is van de astronaut kit. Ik weet echt al die kits uit mijn hoofd. Het is best wel ernstig eigenlijk hoeveel ik dit doe. Maar feathervalling is wel handig. Want als ik bijvoorbeeld van dat gebouw af zou springen, dan zou ik nog niet doodgaan met feathervalling. Dat is wel super nice. Oh, er lopen wel heel veel mensen bij mij. Dat vind ik wat minder, want ik wil eigenlijk niet echt team, zeg maar. Oh nee! Oh shit, nee. Oké, ja, ik ga wel winnen. Doei! Oh, nou oké, dus mijn kill gejat. Dat is een beetje jammer. Kill gejat. Ik noem het kill gejat, maar zo zie ik het niet echt hoor. Ik bedoel, als je met z'n tweeën op één iemand zit, dan kan je dat verwachten.
Ik heb ook een boog. Oftewel een bow. Ha, ik zei mijn eigen naam. Ik ben zo grappig. Of nou ja, die grap wordt heel vaak gemaakt. En nu ik het net zie in de chat. Ik zie iemand praten in de guild chat. Ik heb een guild op Hypixel. Dat is de Aldi's Games Guild. En PM heeft volgens mij ook zelf een guild. Maar daar zit ik dus niet meer in. Daar zat ik wel in. Maar Sam zit daar wel in bijvoorbeeld. Dus als je daarbij wilt. Ik weet niet hoe je daarbij kan komen. Maar misschien in een livestream of zo. Ik heb geen idee. In ieder geval, als je bij mij in de guild wil. Want ik zoek nog steeds guild members die gewoon veel online zijn. en die veel guild coins op kunnen halen. Want ik spaar namelijk voor een guild tech. Dus als jij dat leuk zou vinden. Laat even in de reactie achter dat jij in de guild wil. Met je Minecraft naam. En hoe vaak je online bent. Je hoeft niet erbij te zetten hoeveel kills je overal hebt. Want dat boeit me allemaal niet. Het gaat er me gewoon meer om. Of je veel online bent. Of je goed bent of slecht bent. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Dus dat was het. Iemand heeft mijn XP gehad. Oh nee. Huh? Ik weet het niet. In ieder geval. Dus laat het even in de reacties achter. Misschien win jij dan wel een guild invite. Of als jij een keer meedoet in een party. Dan kan je misschien ook een guild invite krijgen. Of tijdens livestreams kan je een guild invite krijgen. Want ik krijg heel veel vragen altijd van, Bo, hoe win je nou die guild invite? En bla bla bla. Nou, zo dus. Even kijken, ik ga mijn zwaard even enchanten hoor. Hupsakee. Die gaat daar. Nou, ik heb nog resistance potions. Even kijken, want er zijn volgens mij heel veel mensen. Oh nee, dat valt wel mee. Ik dacht, er zijn echt alleen maar mensen van mijn party uit. Maar dat is dus niet zo, anders ga ik gewoon free for allen. Oh jee, er gaat iemand dood. Ik zag het. Ik voelde het aankomen, omdat er iemand zijn tand gebruikt. Dan gaat er meestal iemand dood. Even kijken. Hier zit vast niks meer in. Ik weet ook niet waarom ik erin kijk. Ik ga naar beneden. Doei. Zo. Ik heb geen idee waar ik heen moet lopen. En hun zitten hier ook heel de tijd achter me aan. Dus, maar ik heb ook niks aan mijn kompas. Oh, de Blitzer. De Blitzer. Nee, shit. Ah, nee. Dit vind ik niet leuk. Ik had op spawn moeten blijven. Want dan had ik veel meer kans om de Blitzer te pakken. Oké, iemand die net met mij meeliep is gekild. Dus als het goed is, loopt er hier iemand dichtbij. Ga ik die even killen hoor. Of, nou ja, ik zeg wel dat ik hem ga killen. Misschien lukt het nou maar niet. You never know. Oh nee! Oh nee, dus, oh, dat is iemand van mijn team. Oké, nee, oké. Waar is die? Wat de hel? Zit hij daar of zo? Hè? Oké, my mind is blown. Even kijken hoor. Want ik snap het nu niet meer. Ik kwam hier vandaan. Maar. Nee, hij zit hier niet meer. Oké, dit is raar. Ik denk dat ik ga free for allen. Want het duurt anders wel erg lang. Normaal doe ik dus truce. Voor mij heb ik dat in het begin al uitgelegd. Ja, dat heb ik in het begin al uitgelegd. Oh nee, daar zit hij! Nee, daar zit hij! Oh nee, oh shit. Ja, ik ga verliezen. Doei, Bo. Doei. Oh nee, nog één hartje. Oh my god. Oh my. Oh, wat een sensatie, jongens. Dit is zoveel sensatie. Oké, ik heb een. Oh, kijk wat ik allemaal heb. Nee. Oh, de Blitzer moet ik natuurlijk niet vergeten. Oké, ik heb de Blitzer. Hupsakee. Weg hier. Klaar ermee. Ik ga FFA. Dus dan weten ze dat. FFA betekent free for all. Dus ieder voor zich. Dat ga ik nu doen. Oh. Oh ja, nu weet iedereen waar ik ben door die Blitzer. Nou, dat maakt niet zoveel uit. De Blitzer is echt mijn ding, jongens, hier. Ik hou zo van dat ding. Even kijken, hoor. Nice, Bokado. Dank je! Ook al hoor je nu niet dat ik dankje tegen je zeg. Dankje! Even kijken. Ja. Zal ik assassin doen? Ik ga assassin doen. Assassin, dan word je geteleport naar iemand. Oh, ik zit op. Oh nee. Ik schrok. Ik zat op de verkeerde dingen te klikken. Assassin! Oh, sorry. Sorry. Het spijt me. Het spijt me zeer. Nou, oké. Dat was dus assassin. Dan gaat er 10 hartjes damage af van de speler. Oh shit, ik gooi me. Ah nee, dat meen je niet. Ik gooi mijn enchanted sword weg. Gadver, dat was niet helemaal de bedoeling. Nou, in ieder geval. Mijn kompas wijst daarheen. Maar ik zie niemand. Oké. Nou, dat wordt eventjes zoeken dan maar. Oh ja, ik heb iemand gevonden hoor, jongens. Ik heb iemand gevonden. Doei, Lisa. Doei. Oh, wat ben ik weer gemeen. Echt vreselijk. Oh, er is nog iemand. Resistance potion. Weet ik veel hoe je dat zegt. Ik snap er allemaal niks meer van. Hupsakee. Oh nee. Oh nee, ik ga nog dood dadelijk ook. Oh nee. Bijna.
Heb ik nog iets bijzonders? Nee, dit kan allemaal weg. Dit doe ik altijd eventjes hoor. Altijd even mijn inventory clearen, want anders dan kan ik geen andere spullen en zo meer oppakken. En de reden waarom ik niet die arme schoenen aan deed is omdat hier verfvalling op zit. En dat wil ik graag houden. Dit kan ook wel weg. Een breaking ding kan weg. De knockback zwaard, nou die hou ik wel eventjes. Zo! Gezellig. Oké, we gaan verder. Oké, volgens mij ben ik in de buurt van iemand. Oh ja hoor, ik ben in de buurt van iemand. Nee, gaat hij nou wegrennen? Ah, dat vind ik echt heel jammer dat hij dat doet. Dat vind ik echt heel jammer. Waarom zou je nou gaan wegrennen? Oké, hoe ga ik dit nu doen? Hoe ga ik dit nu doen? Wie is het überhaupt? Oké, ik kan het niet goed lezen. Nou, dan gaan we maar de achtervolging inzetten. Nou, ben ik wel eigenlijk aan het doen, maar oké. Dat gaat nog lang duren. Dan, als we zo doorgaan. Dus, hoe is het met jullie thuis? Alles goed? Met mij ook hoor. Ja, dank je voor het vragen. Ik lijk nu net Dora. Oké, ik hou hem op. Maar in ieder geval, ik vind het heel vervelend eigenlijk. Want ik kom er nu gewoon niet bij. En hij blijft rennen. Hij stopt niet met rennen. Oh, er is nog iemand! Oh! Oké, this is gonna be interesting. Doei! Dan ga jij maar dood. Ook al wou ik jou eigenlijk niet killen, wou ik die andere eerst killen. Maakt niet uit. Ik heb het nu al gedaan. Oh, protection ding is bla bla bla. Oké. Lag er nou, had hij nou diamond aan of was ik nou blind? Was dat gewoon... Nee, dat kwam denk ik door die blauwe broek dat ik dat dacht. Ik zit nog in game. Zo, even kijken. Dit kan allemaal weg. Oh, de deathmatch begint natuurlijk, joh. Shit. Kijk hoor. Eigenlijk wou ik nog mijn dingen enchanten. Oh, ik hoef eigenlijk niet zoveel te enchanten, maar oké. Die kan nog weg, die kan nog weg. Zo. Nou jongens, de deathmatch. Ik heb het al gered tot de deathmatch. Ik ben eventjes heel blij. Oké, daar gaan we hoor. Hupsakee, creeper spannen. Ik ben er klaar voor. Taunt aan. Ah nee, are you serious? Oh my god. Nou, GG in ieder geval. Ik heb nu alleen geen coins voor de kill. Maar ja. Oké, ik heb wel gewonnen. Dus het, ja. Oké, dit was het potje. Nou jongens, dit was de eerste Survival Games video van vandaag op PM. En als je dit nou een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!